Eindelijk begint het wat te worden. De langste 3D-geprinte fietsbrug van Nederland in de Nijmeegse wijk Zwaneveld. Door de betonnen brug door een 3D-printer te laten maken wordt veel materiaal bespaard, omdat de segmenten deels hol kunnen zijn. Voor Rijkswaterstaat is deze manier van bouwen nieuw. Dat bleek ook wel. De plaatsing van de brug komt 1,5 jaar later dan oorspronkelijk gepland. Meerdere technische problemen zorgden voor die vertraging. De brug moet eind mei eindelijk klaar zijn voor gebruik.